En energie halen uit biomassa is slecht voor het milieu. Er moeten veel bomen voor worden gekapt en het levert relatief weinig energie op. Het zorgt al met al zelfs voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. Die opmerkelijke conclusie trekt de Europese koepel van wetenschappers, zo schrijft het AD. Het kabinet ziet biomassa juist als duurzaam alternatief en heeft er 11,4 miljard aan subsidies voor gereserveerd.